Zon, zee en warmte. Het was vandaag zomers warm en dus gingen we massaal naar buiten. Maar dat Nederlandse zonnetje kan een stuk feller zijn dan het lijkt. Het is dan ook belangrijk om jezelf goed in te smeren. Helaas doet lang niet iedereen dat en de mensen die dit wel doen, doen het in veel gevallen niet vaak genoeg. En dat terwijl de risico's er niet om liegen. Jaarlijks krijgen 70.000 mensen de diagnose huidkanker. Dit betekent dat 1 op de 6 Nederlanders ermee te maken krijgt. Huidkanker ontstaat meestal door te veel blootstelling aan UV-straling. Op een dag zoals vandaag is het dan ook extra belangrijk veel antizonnebrandcrème te gebruiken. Natuurlijk niet. Nee, maar ik loop niet onder de zon, dus... Nee, zeker niet. Nee, vandaag niet. Nee. De mensen die zich niet insmeren vandaag hebben daar verschillende redenen voor. Ik ben half bloedje, is niet nodig. Ik had er helemaal geen zin in. Ben ik vergeten? Niet aan gedacht. Ik heb er geen last van, gelukkig. Maar daar kun je dus wel degelijk last van hebben. De sterfte aan huidkanker is relatief laag. 96% van de mensen die de diagnose krijgt, leeft nog na 5 jaar. Maar als de huidkanker uitgezaaid is, leven er nog 45 op de 100 mensen na een periode van 5 jaar. Gelukkig zijn er ook mensen vandaag die zich wel insmeren. Ja, ik wel. Ik heb me zeker ingesmeerd, 100%. Ja, ik vergeet het dan eigenlijk 99% van de tijd. Dus ik denk deze keer niet. Ja, nou alleen niet mijn hoofd, maar wel mijn armen. Ja, ja. En de meisjes ook. Ja. Ja, toevallig. Mijn neus vooral. Ja. Ook deze mensen hebben achterliggende motivatieredenen om zichzelf te beschermen tegen de zon. Nou, omdat ik heel snel verbrand. Echt ultra snel. En ik heb tatoeages ook, dus dat kan ook nog wel eens misgaan. Dus ik moet er eigenlijk wel goed op letten. Alleen wat ik zei, ben ik niet heel goed in. Nou, het is niet goed voor je vel, hè? En je wil geen kanker krijgen. Die meisjes moet je het goede voorbeeld geven. Oude mensen kregen allemaal huidkanker op de neus. Dus die streng ik goed in. Als je te vaak en heftig verbrandt, beschadigen de huidcellen. Hierdoor kun je huidkanker oplopen en het kan dus gebeuren dat je hier te laat achterkomt. Moraal van het verhaal, goed blijven smeren. Gewoon 1 keer per dag, denk ik. 2 keer per dag. Ja, ik eigenlijk ook 1 keer per dag. 'S ochtends en tussen de middag heb ik het gedaan. Ja, zeker. Smeer je in?